Eerst had ik gewoon echt alleen maar zin om te zingen. Ik wilde gewoon voelen hoe dat was. En zeg maar deze plaat. Je had op een gegeven moment, zeg maar, heb je in 2004 besloten, zeg maar, om geen theatershows mee te doen, om je te richten op muziek. Had je toen ook al het idee van, nou, ik ga ooit zelf een plaat maken? Is het, zeg maar, 6 jaar wachten geweest op dat moment? Nee, het gaat bij mij altijd stapje voor stapje. Dus eerst had ik gewoon echt alleen maar zin om te zingen. Ik wilde gewoon voelen hoe dat was. En toen ik dat eenmaal een paar keer gedaan had, toen kwam het, dus de volgende stap, en zei ik wel leuk om het met een bandje te doen. En dan daar ook mee op te gaan treden en dan langzaam daar ook een routine en een instinct in te gaan ontwikkelen. Dus ik denk echt nooit veel, veel verder dan het volgende waar ik zin in heb. Ja. En het logisch was toen dat toen ik eenmaal die standards veel gedaan had en veel gezongen had, was de logische stap om te proberen eigen nummers te gaan schrijven. En toen dat steeds beter ging, dat was een volgende stap is om, een cd te maken. En daar zijn we nu aangeland. Je zei standard zingen. Ik heb hier één standard heb ik uitgeprint. Een wat? Een standard, een jazz standard. Ja, ja, ja. Standaard heb ik uitgeprint, tekst. Je hebt gezegd dat je deze tekst briljant vond, of tenminste heel goed. Wat, zeg maar, wat vind je daar? Kun je iets uitpikken waar je zegt van, nou ja, dat is iets wat... Nou ja, de eerste zin is al goed. I've got you under my skin. Dat is voor mij, als je die één keer gehoord hebt, vergeet je dat niet meer. Ja. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. Het is ook zo dat je, omdat je op een gegeven moment weet wat het rijmschema is, dat je gaat verheugen op wat is de volgende vondst die ze gehad hebben. Welke vondst is, zeg maar, wat je zegt? Dat ik even nou, I said to myself, this affair is never gonna... Nou, voor mij is het never will go... Ja, Sinatra zingt go so well. Will go so well. So why should I try to resist when baby I know damn well. Go so well, know damn well, I got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win, use your mentality, step up to reality, but each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Het is ook zo, hè, je komt ook echt thuis op het einde. En het voelt, het is ook echt bevredigend als je hem uitgesproken hebt. Het is ook echt, ja, helemaal rond, goed, fijn, klaar. Heb jij zelf, zeg maar, textueel... Dat het lekker is om uit te spreken. Was dat moeilijk? Wat zeg je? Nou ja, zeg maar dat je nu... Ja, tekst is wel, ja, tekst is moeilijk. Ander kader hebt dan voor je show. Ik bedoel, ik neem aan dat dit elk woord moet je meer lading, moet je meer over nadenken dan bijvoorbeeld tijdens een theatershow. Of is hetzelfde proces geweest? Nou, het moet aan andere eisen voldoen. Als ik comedy doe, is het belangrijkste dat het geestig is. En dat je het publiek een stap voor blijft en je kan elk moment alle bochten nemen die je maar wil. Omdat je niet in een dwingend metrum zit van een lied, bijvoorbeeld. En een lied zit je daar wel in. Ja? En dat is ook de uitdaging, dat je binnen dat... De beperking van dat metrum toch varieert en verrassend blijft. Plus het moet lekker bekken. Het moet niet te vrijblijvend zijn, maar het moet zeker ook niet te uitleggen of te belerend of hoogdravend zijn. Dus er zijn nogal wat eisen waar het aan moet voldoen. En het begint altijd bij die eerste goede regel. Als je die eenmaal hebt, dan weet je al dat het wel goed komt met het lied. Alleen soms kan dat lang duren. Soms zit je dan urenlang te zwoegen. En dan heb je het bijna rond. En dan heb je die laatste regel nog niet. En daarvoor is het helemaal goed. Alleen die laatste regel. En je komt maar niet op dat rijmwoord. En dan kijk je zelfs in uiterste nood naar een rijmwoordenboek. En dan blijkt er gewoon echt geen woord meer te zijn. Dus dan moet je ook die regels daarvoor toch gaan schrappen. Omdat je het gewoon niet rondkrijgt. Heb je daarvan dus een voorbeeld? Dat is een frustrerend proces. Heb je al van een voorbeeld? Maar wel heel leuk als je hem dan wel hebt. Ja, dat bedoel ik. Het orgastische gevoel dat je dan... Klopt het echt? Ja, het klopt helemaal. Het klopt helemaal. En soms zelfs nog dat je, doordat je een rijmwoord zoekt, dat het in één keer zelfs een meerwaarde krijgt. Dat je denkt, ja, maar als ik... Hey, maar dan is het echt nog veel beter. Dan gaat het nog... Oh ja, dan klopt het nog veel beter. Dus dat is een... dat is leuk. Een orgastisch genoegen om in één keer de goede regel te hebben of het goede woord te hebben.